Ja? Hallo, liefje. Heb je je mooiste jurk aan, zoals ik je gevraagd heb? Ja, maar Willy, waar wil je in godsnaam met me naartoe? Dat kom ik je binnen de minuut vertellen. Als je binnen de minuut hier bent, waarom bel je dan? Hé, waar ben je eigenlijk? Hallo? Hallo? Oh. Jacht op twee miniaturen. Een hoorspel in 5 delen, geschreven door Kenneth Royce en bewerkt door Wim Bischot. Vandaag, deel 1. Nou, was je thuis hiernaast? Nee, schatje, in de kroeg op de hoek. Ja, maar waarom? Grapje van me. Je ziet er fijn uit in het vloddertje. Willy, ik zei piekfijn en dat meen ik. Je moet er ook stralend uitzien. Zie ik dat? Ja, je bent een pracht, mijn Maggie. Een juweel. Meneer Willy Scott, mag ik nou eindelijk weten waar we heen gaan? Nieuwsgierig. Nou, mag ik. Voorzitter Thrasher nodigt alle leden van de commissie uit naar zijn buitenverblijf te komen met dame. Oh, waar is het? Shelfront, om 4:00. We hebben nog de tijd. Willy, ik heb je 5 dagen gemist. Klopt. Ik had het druk als commissielid. Nou, te druk. Precies. Ja, jij gelooft niet in wonderen, hè, Maggie? Willy Scott, ex-inbreker, ex-veroordeelde, wordt gevraagd deel uit te maken van een commissie. Het wonder. Willy Scott, ex-inbreker, ex-gevangene, ex-veroordeelde ook nog, wordt gevraagd deel uit te maken van een commissie voor gevangenishervorming. Dat staat in alle kranten en met grote koppen op het tweede blad. Nee. Er staat Koninklijke Commissie tot Gevangenishervorming. Met hoofdletters. En daar blijf jij 5 dagen voor weg. Ja, ik had er druk mee. Ja, om te beslissen of je het aan zou nemen. Dat ook. Ik dacht zo dat ze me nodig hadden. Ben je er trots op? Oh, misschien komt het nog. Oh, ik ben het wel, Willy. Ja, ik zeg het toch, je bent een prachtmeid. Hé, je neemt het toch wel serieus, hè? Ten slotte is het toch een eer om in deze commissie benoemd te worden? Ja, zeker. Het opent de mogelijkheid de vrees kwijt te raken die ik altijd met me meedraag. Ik ben nog steeds bang dat mijn oude gewoonte weer naar boven komt. En dat zal wel altijd zo blijven. Maar dit biedt me in elk geval de kans om voor eens en voor altijd respectabel te worden. Althans, officieel. Dat dacht ik ook. Ik heb ook nooit anders voorgedaan dan ik ben, hoor. Het inbreken heeft me altijd een zekere voldoening gegeven. En zelfs nu voel ik me daardoor aangetrokken. Oh, doe maar. Nou, waarom dan niet eerlijk zijn? Hè? Op dit punt dan. Het veroorzaakt nogal wat sensatie, dat blijkt. Genoeg om commentaar uit te lokken van pers en radio en televisie. De ITV wilde me hebben voor een praatprogramma. En de BBC probeerde me te strikken voor de 24 hours. Oh ja, wie? Ja, nou, ik ben er niet op ingegaan. Ik geloof namelijk dat het niet goed is voor mijn image. Hè? Ja, het feit dat ik weigerde commentaar te geven ergerde hen blijkbaar, want er verschenen enkele hele vervelende opmerkingen in de krant over mijn benoeming. Ja, onder andere, moet je luisteren, hoe het mogelijk was dat een ex-gedetineerde, een inbreker die 3 straffen had uitgezeten en daardoor per definitie een gewoontemisdadiger, was verzocht deel uit te maken van een koninklijke commissie die de huidige toestand van Hare Majesteits gevangenissen moet onderzoeken en de mogelijkheden moet bezien de rotzooi daar te hervormen. Persoonlijk kan ik niemand bedenken met betere kwalificaties dan ik. Behalve natuurlijk dan die paar schreeuwende schurken die je kent. Je was zeker verbaasd hè, dat de keuze op jou viel. Ja, natuurlijk. Zelfs in deze verlichte tijden was het beste wat ik kon verwachten. Een verklaring af te leggen voor die commissie, maar er zelf deel van uitmaken? Nou, nee. Ja, toegegeven. Bepaalde topregeringsfunctionarissen hadden echt genoeg reden mij te vertrouwen. En er stonden zelfs bij mij in het krijt. Ik heb ze meer dan eens uit hachelijke situaties gebracht. Nou zegt het wel. Maar ja, toch kwam die benoeming als een schok. Misschien wel als een te grote schok. Maar ja, volgens Fairfax ben ik te integer. Fairfax, dat is toch die man die het hoofd van de geheime inlichtingendienst. Heel goed onthouden, schoonheid. Nou, volgens hem ben ik dus te integer. Hoewel het mij vreemd voorkomt dat iemand die steelt integer kan zijn. Ja, ik heb nooit geweten wat een controverse was, tot ik er zelf middenin zat. Moet je luisteren. Sommigen noemden het goed eigentijds denken, ook een hele mooie. Anderen een poging tot omkoping van linkse tendensen. En weer anderen dachten dat ik niets concreets te bieden zou hebben. En dan waren er ook nog die mijn aanzienlijke gevangeniservaring als niet waardevol beschouwden. Nou, kritiek genoeg dus. Ja, maar de kritiek bleef niet alleen beperkt tot pers en radio. De jongens van vroeger hadden er ook het een en ander over te zeggen. Nou, en die wisten me wel te vinden. Eerst stonden die deze helemaal niet aan. Ze dachten dat ik was overgelopen, begrijp je? Ja, natuurlijk. Ze zagen je nog steeds als inbreker. Ja, precies. Nou, en Rice zei tegen me, je weet wel Rice, hoofd van die bende. Die zei tegen me, als je er eenmaal in zit, kom je er nooit meer uit, jongetje.
Maar toch is het diezelfde Reister geweest die me heeft geholpen de druk van de onderwereld te verminderen. Uiteindelijk was die voor mij het gevaarlijkst. Nou goed, ik zocht hem op om die zaak recht te zetten. En omdat hij nog steeds de indruk had, een indruk die Fairfax hem heel listig had toegespeeld, dat hij part-time werkte voor DI5, zag Reister het als een plicht een einde te maken aan die onrust onder het geboefte. Nou ja, en toen ze eenmaal geaccepteerd hadden dat ze er voordeel van konden hebben als ik deel uit ging maken van die commissie, toen overstroomden ze mij met verzoeken. Ja. Om je rot te lachen. Nou, zullen wel fraaie ideeën geweest zijn. Nou, eenvoudige verzoeken hoor. Zoals het naar de andere wereld helpen van alle cipiers. Oh. Ja, of als alternatief vrouwelijke equivalenten leveren. Nou, één stelde voor, ook hele goeie, één stelde voor alle gevangenissen te laten verbouwen door gevangenen, zodat in de constructie vluchtluiken konden worden opgenomen. Nou, Willy, ik vind het allemaal prachtig hoor. Ja, ik ben ook niet in het minst verbaasd dat ze jou gevraagd hebben. Hey, heb jij niet dikwijls genoeg het gezicht gered van de autoriteiten? Hmm. Willy, het is goed zo. En ik ben er dolgelukkig mee. Hé, hey, kom hier. Kom hier. Daar wil ik je voor zoenen. Mm. Willy, dat is 5 dagen geleden. Ja, dat zei je al. Oh, wacht even. Hallo? Is Willy Scott bij u? Ja, die is hier. Ik zal hem... Oh, neergelegd. Vroeg naar jou. Wie was dat dan? Ja, misschien iemand die wil weten of je bij mij bent. Misschien ja. Nou ja. Zeg, wil je nog wat drinken? Hoe lang hebben we eigenlijk nog? Kwartiertje. Mijn oude Brik staat voor de deur. Ik kijk ernaar, Maggie. Schatje. Het contact van zo even was niet sensueel. Eerder emotioneel. En alle twee dachten we aan de tijd dat ik in de rotzooi zat en voor een groot gedeelte van mijn leven achter de tralies ging. Ik kan niet doen of ik een man voor een vrouw ben. Dat heb ik Maggie ook nooit voorgehouden. Ik heb me altijd op het standpunt gesteld dat Maggie veel beter af zou zijn zonder mij. Dus nam ik andere vrouwen. Maar ze kent me beter dan ik mezelf en ze blijft bij me. Al voel ik me dan een rotzak, toch denk ik steeds weer dat het voor haar best wel is. En ik geef te veel om haar om die meid de ellende van een huwelijk aan te doen. Ik heb nog steeds de angst dat ik de gevangenis weer in zal draaien. Zelfs nu ik mijn eigen reisbureau heb. En soms is dat gevoel zo sterk, alsof je ophoudt met het gebruiken van verdovende middelen. Nou, Maggie weet het allemaal. Ze accepteert het en geeft een liefde die ik beslist niet verdien. En het is juist als ik me het meest emotioneel bij haar betrokken voel, dat die angst het sterkst is. Ze herinnert me dan voortdurend aan wat ik te verliezen heb en wat het voor haar zou betekenen. Ja, dat gevoel had ik net weer. Toen haar zachte armen om mijn nek lagen en ik haar rug in korte kastanjebruine haar streelde. Arme Maggie. Ze had het zoveel beter kunnen hebben. Ik heb het niet te sterk gemaakt, want we zullen vanmiddag nog wel genoeg te drinken krijgen. Ja. Dank je. Je bent dus 5 dagen druk bezig geweest. Ja. Ik moest stapelverslagen doorwerken. Statistieken, gedragspatronen enzovoort. Ik ben al tot de conclusie gekomen dat er heel wat gebeuren moet om iets te kunnen bereiken. Daar deed ik even harder mee als de anderen. Terwijl ik eigenlijk veel te veel persoonlijk bij het onderwerp betrokken ben. Althans om dit te doen. En terwijl ik bezig was, begon ik te denken dat ik toch niet zo'n erg beste keus ben geweest. Als ik het niet dacht. Ja. Was er eigenlijk een vergadering? Ja, we hebben elkaar ontmoet in een groot kantoorgebouw vlak bij Oxford Street. Thrasher, dat is een vent van even in de 50. Een beetje kromme rug, weet je wel, schraal gezicht. Hij had ons uitgenodigd voor een borrel, zodat we nader konden kennismaken. Maar op het eerste gezicht mocht ik hem niet. Waarom niet? Ja, ik weet het niet. Het is moeilijk te zeggen. Moeilijk, Maggie. Ja, het moet een goede vent zijn natuurlijk. Anders was hij nooit tot voorzitter gekozen. Zijn eigenlijke beroep is industrieel raadgever. Daarbij is hij ook nog commissaris van een groot aantal bedrijven. Staat bekend als een man met een politieke instelling die naar het liberalisme neigt. Maar wordt gerespecteerd zowel door de vakbonden als door de ondernemers. Een hele pieters. Hij lijkt geknipt voor deze taak. Ja, zijn houding tegenover mij was niet zoals ik had verwacht. Het leek erop dat hij wel bereid was mij te tolereren, begrijp je? Maar dan wel op een laatdunkende manier. Nou, hoe bedoel je dit dan? Nou, ik ga altijd maar af op mijn instinct.
Dat heeft me nog nooit bedrogen. Eigenlijk was er maar één van het hele stel die me werkelijk hartelijk begroette. En dat was nou weer uitgerekend een ex-Meris. Wie was dat? Tom Moody, hoofdinspecteur van politie, afdeling moordzaken. Misschien hadden we iets gemeen en misschien miste hij de goede oude tijd. Wie weet kwamen door mij de herinneringen weer boven. Zijn hele leven heeft hij op moordzaken gezeten en hij staat bekend als de bonte hond. Ja, hij heeft al enige moeilijke zaken tot een oplossing weten te brengen en is beslist een goede keus voor de commissie vanwege zijn zeer uitgesproken ideeën over hervormingen. Hard, maar eerlijk. Hoe ziet hij eruit? Hij heeft grijs, dik haar en een rossig, wat vleesig gezicht. Oh, ja. Een fors gebouwde kerel. Hij lijkt me niet ouder dan de voorzitter. Nou, en we lachten alle twee. Ik zag zijn ogen en ik dacht, jij bent wel vriendelijk, maar mijn god, keihard. Ja, ja, pas op. Nou, want niemand hoefde mij te bewijzen dat Tom Moody in zijn loopbaan nooit corrupt is geweest. Weet je, ik mocht hem op het eerste gezicht, hè. Op dezelfde manier als ik die gladde charme van Fresje direct wantrouwde. Wij spraken tenminste dezelfde taal. Ja, maar dat lukt niet. Nee, ik geloof toch niet dat wij elkaar al eerder ontmoet hebben, Spijterskat. Ik ben Tom Moody, vroeger bij de politie. Ja, dat weet ik. Moordzaken. Precies, ja. Dat waren hij maar. Oh. Ja. En, heimwee naar het oude leventje. En jij, Tom Moody? Oh ja, ik wel. Ja, ja. Ik vond het heerlijk om schurken op te pakken en achter de tralies te stoppen, hoor. Mag ik even, Mr. Scott, Mr. Moody? Oh, zeker, Tasje. Mr. Scott, Mr. Moody, mag ik jullie even voorstellen, Mrs. Peel Cooper, onze sociologe. Mevrouw. Ik ben ervan overtuigd dat wij niet zonder haar zouden kunnen. Oh, geen clichés, alsjeblieft, hè. Noem me gewoon Daphne. Is de enige naam waarop ik reageer. Tom Moody. Tom. Spider. Huh? Mijn naam is Spider. Dat is toch uw bijnaam? Oh, nou, zoals u wilt. Willy Scott. Luistert u mee, Mr. Perry Aldridge? Ja en nee. U bent de XII-man, nietwaar? De man met het extra chromosoom. Oh ja? Weet u dat niet meer? Ik meen mij anders te herinneren dat ik ergens iets over u heb gelezen. Oh ja, toch? Dat chromosoomgedoe, dat is natuurlijk onzin. Hebt u al begrepen, neem ik aan. Wat is onzin, Mr. Perry Aldridge? De XII-theorie, beste kerel. Ze weten gewoon niet waar ze het over hebben. En over wat voor een theorie hebt u het dan eigenlijk? Die theorie dat XII-mensen een neiging hebben tot criminaliteit, maar dan niet op het gewelddadige vlak. Niets dan speculatie, geen enkel bewijs. Er zijn belangrijke onderzoekingen aan de gang over de hele wereld door bijzonder knappe koppen. Die schijnen te denken dat het extra chromosoom in de richting van criminaliteit wijst. Onzin. Oh, misschien zou uw mening als leek hun een heleboel tijd kunnen besparen, hè? Waarom vertelt u ze dan niet? Kijk, Mr. Scott. Als dit zo doorgaat, zal het zeer binnenkort worden uitgebuit door alle strafpleiters. En alle misdadigers zullen zonder meer worden vrijgelaten. Oh, zo gemakkelijk, Mr. Aldridge. Een formidabele overgang. Het is mij nog nooit overkomen, tot mijn spijt. De laatste keer ben ik nog veroordeeld tot 5 jaar. Voor inbraak. Jullie zijn allemaal veilig, zolang ik maar in de buurt ben. Nou zeg, je durfde nogal iets te zeggen. Ja, maar dat is toch de enige manier om je verstaanbaar te maken? Nou, terwijl Perry Aldridge me met zijn oesteroogjes aanstaarde, verslikte Moody zich in zijn bier. Doet hij dat dikwijls? Wanneer het nodig is, denk ik. Zegt die Mrs. Peel Cooper, wat is dat voor een vrouw? Geen reden tot jaloezie, lievertje. Middelbare leeftijd. Elegante vrouw, buitengewoon goed gekleed. Ze nam ook soms de leiding, maar telkens op een hele charmante manier. Maar aan die bijziende oogjes van Aldridge zal ik nog moeten wennen. Ik heb weinig vertrouwen in krullend haar en dat heeft hij. Donker. Ach, wat een onzin. Dat woord gebruikte hij ook. Naar mijn smaak iets te veel. Hij heeft de bouw van een bokser, maar hij is geen knip voor de neus waard. Met zijn enorm zwart omrande bril. Die knaap moet ongeveer in de 40 zijn. Lijkt enigszins afwezig, maar hij hoort alles wat er gezegd wordt en hij vergeet nooit iets. Zeg, die naam die heb ik toch wel eens gehoord? Ja, dat is mogelijk. Een vrij bekend psycholoog. Nou, en dat was het dan. Hè? Een industrieel. Een psycholoog, een sociologe, een ex-meris en een ex-delinquent. Hele servies. Geef toe dat ik me tamelijk misplaatst voelde, hoor. Verreweg de jongste, hè? Als je in de 30 jong kan noemen. En samen met Tom de Smeris uit een nogal andere wereld. Er is dus nu eigenlijk al een bepaald patroon ontstaan. Nou, dat was er al toen we nog niet eens een zitting bijeen waren. Tom is gekozen om zijn aanzienlijke kennis van de misdadiger. En ik om mijn niet onaanzienlijke ervaringen met de Nor. Nou, en al het schiften, analyseren en besluiten nemen zal door de andere drie worden gedaan. Was dat eigenlijk de opzet?
Ja, of dit oorspronkelijk het plan was, weet ik niet. Maar in elk geval werden Tom en ik naar de achtergrond verwezen. Als technisch adviseurs. Misschien was hun zelfverzekerdheid net zo natuurlijk als onze terughoudendheid. Of misschien zijn wij niet zo wel bespraakt. Hè? Soms bereik je niks met nederigheid, maar ik ben nou eenmaal niet het springerige type om me direct op te dringen. Nee, nou ja, je kan jezelf niet 1, 2, 3 veranderen. Nee, ik voelde me absoluut niet op mijn gemak. Gedeeltelijk ligt dat aan mijn eigen complexen. Maar één ding is zeker, ik wil niet over me laten lopen. En na de tweede biertje zag ik de moeilijkheden langkomen. En die ex-hoofdinspecteur moordzaak, hoe heet die? Moody. Ja, toen ja, nou, ik weet niet hoe hij zich voelde. Hij liet in elk geval niks merken, maar ik neem aan dat hij er net zo over dacht. Kijk, als ze van plan zijn dit spelletje te blijven spelen, hè, bewust of onbewust, dan kan een uitbarsting niet uitblijven. God, ik had het ook kunnen weten dat ik geen man ben voor een dergelijke commissie. En die rotkerel Perry Aldridge, die maakt het er al niet beter op. Nee, ik mag jouw groene ogen liever. Hè? Kom eens hier. Nee, hey. Nee. Willy, doe nou. Je wilt me afleiden. Nee. Willy, luister nou. Jij hebt ze iets te bieden. Ja. Ja, of niet soms. Ik weet dat jij goede ideeën hebt over hervormingen. Ach, natuurlijk. Ik heb wat ideeën over het wat nuttige bezighouden van de jongens in de Noor en de last van de belastingbetalers wat verminderen. Zelfs heb ik wat denkbeelden over levenslang veroordeelden op vrijwillige basis. Maar dat zal de haren van de politie wel te bergen doen reizen. Terwijl de doktoren zich in de handen zouden wrijven van tevredenheid. Nou dan, dat moet je ze voorleggen. Dat zal ik ook doen, lievertje, natuurlijk. Maar ik denk niet dat dit de hervormingen zijn die zij in gedachten hebben. Ik veronderstel dat ik wel weet wat de meeste jongens nodig hebben, hè? Ik verwacht niet dat Tom Moody het met mij eens zal zijn, want hij kent de andere kant van de medaille. Maar die drie kopstukken zien dit als een stuk sociale wetenschap die het menselijk gevoel uitsluit. En of ze het nou leuk vinden of niet, er worden straks beslissingen genomen over mensen. En dan komt het probleem. Dit is geen oefening op papier. In dit stadium weet je nog helemaal niet hoe ze erover denken. Er is nog veel te vroeg voor. Willy, hou nou in godsnaam vol. Lieverd, doe nou. Ja? Al is het alleen maar voor mij. Dus blijf ik in de commissie. Ik zou willen dat ik wat verder vooruit kon zien. Misschien zou ik me dan meteen terugtrekken. Mijn voorgevoelens hebben me nog nooit parten gespeeld. Ook nu niet. Beslist niet. Moeilijkheden in de toekomst. Misschien binnenkort. Wat maakt me zo kritisch ten opzichte van een taak die nog niet eens begonnen is? U zult in het bijzonder waardevol voor ons zijn, Mr. Scott. Wij zijn zeker erg gelukkig iemand in ons midden te hebben die ervaring heeft met het gevangeniswezen. Die zijn schuld aan de maatschappij heeft afgelost en die zeer hoog wordt aangeslagen door diegenen die ons alle hebben aangesteld. Uw uitgebalanceerde kijk op de gevangenis en haar bewoners zal zeer nuttig zijn voor diegenen onder ons die zich tot u moeten wenden voor dergelijke informatie. Wij zijn dan ook zeer verheugd zo'n bron van persoonlijke gegevens direct bij de hand te hebben. Hé, moeten we nog niet weg? Nooit de eerste zijn op een party, lievertje. Is het een mooi huis waar we heen gaan? Oh, geen idee. Is die rijk? Wie? Nou, Zesje. Zal wel, ja. Je mag hem niet, hè? Oh, kijk, Thrasher is een uitstekend voorzitter. Hij is in staat de feiten van de fantasie te scheiden en hij heeft een zeer geordende geest. Hè? Tijdens onze eerste bijeenkomst kwam hij naar voren als een voortreffelijk administrateur. Heette ons stuk voor stuk welkom en benadrukte voor de ander onze respectievelijke bevoegdheden en nuttigheid voor de commissie. Ik had zelfs geen klagen over de manier waarop hij mijn functie naar voren bracht. U zult in het bijzonder waardevol voor ons zijn, Mr. Scott. Wij zijn zeker erg gelukkig iemand in ons midden te hebben die ervaring heeft met het gevangeniswezen. Die zijn schuld aan de maatschappij heeft afgelost. Heeft afgelost. Hé, hey, Willy, waar luister je nou naar? Hm? Hé. Hey. Je had het over Thrasher. Hij stelde iedereen aan iedereen voor. Hm? Ja. Ja. Iedereen leek erg tevreden. Er klonk een instemmend gemompel. Maar ik had direct het vreemde gevoel dat hij het allemaal gezegd had om de aanwezigen op mijn verleden te kunnen wijzen. En de nadruk te leggen op het feit dat ik een ex-delinquent was. Hey, ik weet het niet. Misschien iets in zijn manier van doen dat alleen op mij deze uitwerking had. Ach, jij denkt te veel. Dat kan. Ja, laten we zeggen dat ik er goed tussen uitgekomen ben. Nou, het klinkt al beter. Nou, en die ex-meer is... Tom Moody. Ja, goed, Tom Moody. Die kwam er ook niet slecht af.
Ik verwachtte geen respect voor hem, maar ook nou niet dat hij zo vreselijk voor mij op zijn hoede was. Hij zat steeds maar op zijn jasje te kloppen. Alsof hij zich van overtuigen wilde dat ik zijn portefeuille niet had getikt. Oh, Willy, kom nou ja, toch. Ja, verdomme, dat niet waar is. En mag je toch wel? Over het algemeen is hij vriendelijk. Maar plotseling kan hij op je neerkijken als een gier. Zeg, is er eigenlijk ook nog gewerkt? Wel wat. Mm. En zonder uitbarsting. Nou, en Fletcher heeft ons uitgenodigd. Jawel, met dame. Mijn gedeukte Jaguar staat klaar. Oké. Even in de spiegel nog kijken, wacht. Ja, weet je, hoewel Fresje me niet interesseert, ben ik toch benieuwd naar zijn huis. Maar nog meer naar de inhoud. Fresje moet een expert zijn op het gebied van kunst en antiek. Zeg, je bent toch niet nieuwsgierig naar zijn antiek, hè? Ja, ik wel. Oh. Hebben we tenminste iets gemeen. Ik kan me alleen niet herinneren ooit iets betaald te hebben voor die spullen. Nou, kom op, lievertje. Anders komen we inderdaad als het feest afgelopen is. Ja, ik kom. Maggie Parsons, als ik het goed heb. Ja, inderdaad. Mag ik wel Maggie zeggen? Oh. Tom Moody. Oh, oh, leuk. Willy heeft al veel over me verteld. Goeie dingen hoop ik dan wel. Mijn vrouw zal u aan de anderen voorstellen, dat is goed. Een hobby. Zegt die man in dat lichte pak, Thrasher, die komt al op u af. Hij is de baas van deze tent. Nou zeg, noemt u het maar tent. Ik vind het een vreselijk mooi huis. Jullie zijn de laatste, Mr. Scott. Jij bent Maggie, nietwaar? Ja, ja. Mag ik je een compliment maken? Oh. Wij nemen haar wel mee of je het goed vindt of niet, Scott. Ja, ik vind het wel goed. Jammer dat jullie zo laat zijn. Ja, zeg. Jammer, want dat hadden we toch nog wel eventjes kunnen pakken. Zo, Spider. Je kijkt zo belangstellend naar boven. Ooit geprobeerd, die gevel? Nou, je verwacht niet dat ik ja zeg, hè? Zeg, ze hebben een soort alarmsysteem dat jou wel lacht. Ik ben blij dat je de verleden tijd gebruikt. Maar je hebt gelijk, Tom. Hoewel, het systeem is een tikkie ouderwets. Mm-hmm. Zie je die rode doos daar tegen de muur? Jazeker. Uit het jaar nul, jongen, moest jij toch weten. Laat je niet misleiden, Spider. Er is een directe verbinding van hieruit naar het plaatselijke politiebureau. Het plaatselijke politiebureau, dat zou wel niet vol zitten met inbrekers uit de omgeving. Hey, maar kijk nou, er zit een aansluiting op elk raam. Overgeschilderd, duidelijk zichtbaar. Heeft u vloercontact? Hoezo? Wou je proberen? Nee, ik breek nooit in bij vrienden. Zeg, sinds wanneer is Fresher een vriend van jou? Dat is jou dus opgevallen. Ik merk je dingen al gauw, hoor. Enig idee waarom? Ja, ik heb er wel een paar, maar het is nou niet de plaats en de tijd om die te bespreken. Nou, er zal wel heel wat waardevols daar binnen staan, hè? Toch in de verleiding, hè? Zeg maar nou niks meer. Dat ik dat vroeger allemaal vergeten ben. Fresher heeft dit huis pas. Hij heeft er nog niet zo lang de centen voor, begrijp je wel. Goedemiddag. Ah, goedemiddag, Holdridge. Ja, ik wilde Mr. Scott net vertellen dat je op een mooie dag als vandaag zo'n prachtig uitzicht hebt op Children's. Ik bedoel, vanaf het dak. Ach, kijkt u daarom zo belangstellend naar boven? Ja. Ik ben ervan overtuigd dat u staat te popelen om tegen de muren op te klimmen. Of bent u daar nu te oud voor, Mr. Scott? Of zijn al die verhalen over uw geveltoerisme alleen maar een verhaaltje? Wie kan nou tenslotte in het donker zien of u zonder hulpmiddelen tegen een regenpijp opklimt? Kijk eens, de lui die de term geveltoerisme gebruiken zijn amateurs, Mr. Perry Aldridge. Dat woord wordt in ons vak niet gebruikt. Ik was insluiper en nu ben ik gepensioneerd. Gepensioneerd, dat wil ik geloven, Mr. Scott. Maar u bent het nog niet verleerd. Een zwemmer verleert het zwemmen ook nooit. Ik kan me trouwens wel voorstellen dat u de durf bent kwijtgeraakt. Dat gebeurt vaak na verloop van tijd. Sowieso. Ik zou jullie wat kunnen laten zien. Hallo, daar ben ik weer. Hier is Mr. Thatcher. U komt net op tijd om Mr. Scott een klimdemonstratie te zien geven. Doe het niet, Willy. Hij wil je voeren. Verdomme, oh, wat toe. Staat u daarop, Mr. Aldridge? Sommige mensen geven er de voorkeur aan het verleden te vergeten. Mijn beste Maggie Parsons, het is maar een grapje. Ik ben ervan overtuigd dat Mr. Scott het zelfs ondersteboven zou kunnen. Oh ja. Het zou alleen bijzonder leerzaam voor ons zijn, zelfs voor hoofdinspecteur Moody. Als hij zijn durf kwijt is, zijn we allemaal volwassen genoeg om dat te begrijpen. Hij zal zijn nek breken, de arme man. Dat doet de deur dicht. Ik loop naar de zijkant van het huis, naar een van de regenpijpen en trek eraan. Stevig genoeg. En ik vergeet de hele troep. Ik ga naar boven of ik een ladder oploop. Ik hijg een beetje, maar de kracht is er nog. Halverwege een wat vreemd geplaatste richel. 2 meter hoger, nog 1. Beneden is het doodstil. En nu ben ik vlak onder de balustrade. En ik kan laten zien dat er een zekere gratie in dit werk zit. De manier om die vervloekte Perry zijn bek te laten houden. Amateur.
Ik kijk naar beneden. Een troep opgeheven gezichten. Maggie klapt niet mee. Eigenlijk heb ik al spijt. Maar klimmen is tenslotte eenvoudiger dan het getreite van Perry Aldridge aan te moeten horen. Hoe ben ik in die groep verzeild geraakt? Wat voor een psycholoog is die snurker? Moest hij zijn bevindingen over mij bewijzen? Of is hij gewoon menselijk, net als ieder ander, met zwakheden? Zwakheden die hij gescheiden hield van zijn professionele kundigheid. Goed in zijn werk, maar wraakzuchtig in zijn privéleven. Ik weet dat ik gemakkelijk op stang te jagen ben en dat ik misschien een te grote verleiding voor hem tentoonspreid. Het uitzicht is van hier inderdaad schitterend. Ik kom langzaam overeind. Met toch wat stijf in de rugspieren. Ik sta tegenover een soort dakkapel. De deur gaat voorzichtig open. Ik ben Sandy. Ik geef er niet meer dan 17. Ze draagt een aardig blauw broekpak. Ze is mooi genoeg om mij te doen glimlachen. Haar ogen hebben dezelfde kleur als het pak. Het gezichtje wat bleek. En een nerveus trekje om haar mond. Dat was ontzettend goed. Ja. Was u echt inbreker? Nou, het is nog niet iets waarover ik opschep, hoor. Nou, wat jammer nou. Het was zo opwindend te zien hoe u daar omhoog ging. Ja. In het donker moet dat toch levensgevaarlijk zijn? Ja, maar inslapers zijn geen aardige mensen, hoor. Je zou het beslist niet zo leuk vinden als je had gedacht dat ik jullie beroofd had. Of als je verstijfd van schrik in bed lag, hè? En je mij boven hoorde rondscharrelen midden in de nacht. Boe. Nee, Sandy. Insluipers zijn beslist geen aardige mensen. Nou, maar u bent wel aardig. Ja? Mr. Thrasher is mijn stiefvader. Haar gezichtje betrekt plotseling. Het lijkt of ze veel ouder is. Ze kijkt een beetje angstig. Nu glimlacht ze weer. Ik ben hier om de deur voor u open te doen. Ik weet nu ook waarom ze u Spider noemen. Mag ik ook Spider zeggen? Nou, ik heet Willy. Hè? Willy Scott. Mijn vriendin Maggie zou het niet goed vinden. Maggie? Die haat de naam Spider. Maggie? Die mooie vrouw met het kastanjebruine haar en die groene ogen? Ja. Een schatje. Nou, is ze ook. Ze lijkt me erg goed, dus u kunt nooit zo slecht zijn als ze... Oh. Nou, vrouwen kiezen altijd de verkeerde man. Breng me maar naar beneden. Ja, dankjewel. Tjonge, jonge. Een waar paradijs voor inbrekers hier. Een museum zou de vingers bij je aflikken. Toen je naar boven ging, toen dacht ik... Dus zo doe je het, niet optrekken aan een touw, maar... Als een aap in een palmboom. Vergeet mijn apenootjes niet. Tjonge, jonge, jonge. Ik zie mooie dingen hier, hoor. Ik zal je nog meer laten zien. Alsjeblieft. Hoe vaak zie je Chippendale, Heppelwhite en Sherston samen in één kamer? Tjonge, jonge. Zeker de moeite waard om te bekijken. Prachtig spullen, hoor. Zou je zijn echte schatten willen zien? Hm? Het spul dat hij achter slot en grendel houdt. Hier? In dit huis? In dit huis. De sleutel ligt onder in deze vaas. Kijk, een gouden sleuteltje. Goud? Echt goud. Verbaas je dat? Tja. Oh, er komt nog meer. Vooruit, Willy, ik zal je wat laten zien. Ja, maar weet je zeker dat Fresje dat goed vindt? Natuurlijk. Natuurlijk vindt hij dat goed. We kijken toch alleen maar? Kom. Ik heb zo mijn twijfels. Toch volg ik haar. Ze neemt mij mee door de studeerkamer. Langs de open haard. Een monumentaal bureau. Ze draait de sleutel om in het slot van een grenenhouten deur. Ze doet uitnodigend een stapje opzij. Alsjeblieft. Ga je gang. Mijn twijfels worden groter. Ik heb het gevoel dat ik hier niet moet wezen. Heeft ze dit gedaan om haar stiefvader te treiteren? Ik kan nou niet meer terug. In één oogopslag zie ik dat deze kamer een fortuin bevat. Vitrines vol met de kostbaarste antiquiteiten. De meest zeldzame stukken zijn hier bijeen. Een verzameling die haast ongelooflijk schijnt. Wat zeg je van dit turquoise figuurtje? Oh. Chinees en heel, heel oud. Prachtig. Alleen maar prachtig? Ik weet het niet zeker.
Maar volgens mij is dit figuurtje ooit eens gestolen. Ik vergeet Sandy totaal. Wat hier bij elkaar staat is ongelooflijk. Tussen twee kastjes aan de muur hangen miniatuurtjes. Mijn blik glijdt er langs, bewonderend. Dan stop ik plotseling. Twee miniatuurtjes hebben mijn speciale aandacht. De lijstjes zijn ovaal van vorm en bezaaid met diamanten, saffieren en smaragden. De vrouwenfiguurtjes zijn op ivoor geschilderd. De veren op de hoedjes zeer fijntjes gepenseeld. Allemachtig. Ik herinner me alles. Er is een gaatje. Eén diamant ontbreekt. Het bloed trekt uit mijn gezicht weg. Dit kan niet waar zijn. Ik heb deze twee zelf een keer gestolen. 10 jaar geleden. Als je zoiets steelt, vergeet je dat nooit. En ik ben er toen op mijn beurt weer van beroofd, maar ze zijn nimmer terechtgekomen. Ik sta als verlamd. Ik word gek en ik wil dat het niet waar is. Ik wil dat ik ongelijk heb. Er is maar één manier om dat te weten te komen. De achterzijde van de miniatuurtjes die ik gestolen had, waren van groen fluweel met koperen plaatjes van de ontwerpers. En ik herinner me de namen ook nog. De miniatuurtjes hangen hoog. Ik strek mijn hand uit. Wat was dat? Sandy? Waar ben je? Verdomme, Sandy! 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 Hé! Hey! Doe open, verdomme! Open doen! U hebt geluisterd naar het eerste deel van Jacht op twee miniaturen. Een hoorspel in 5 delen, geschreven door Kenneth Royce en bewerkt door Wim Bischot. De rolverdeling was als volgt. Scott, Hans Vierman. Maggie, Barbara Hofman. Trasher, Johan Sierach. Tom Moody, Jan Borkus. Mrs. Peel Cooper, Joke van den Berg. Paddy Aldridge, Donald de Marcas. En Sandy, Paula Major. Technische realisatie Jan Bosboom en Leon Dubois. Regie Hero Muller.